Nou, we zijn dus voor het Gelredome eigenlijk, worden we voor het eerst ook in staat gesteld om helemaal onze eigen look te gaan creëren. Cars die heeft een team beschikbaar gesteld van mensen om daarover te brainstormen van hoe moet dat eruit zien en dat we dat ook daadwerkelijk kunnen gaan maken. En dat is natuurlijk fantastisch, want ik ben betrokken bij alle facetten van zo'n show, decor, licht, alles. En het is mooi dat dat laatste facet daar nu ook bij komt, dat je je eigen kleding voor zo'n show kan gaan maken. Nou ja, we hebben voornamelijk gekeken dus ook naar je concerten en gekeken hoe je eruit ziet tot nu toe, zeg maar. Ja. En van daaruit hebben we ook het beeld met wat bredere schouders, wat stoerder. Dit is misschien een beetje het gevoel en volgens mij zitten we wel even op één lijn. Ja. We kunnen best tegen de jongens zeggen van we gaan niet meer naar de kapper nu, weet je wel. Laat het even heel graag gaan. Ja. Nou, vandaag hebben we de eerste brainstorm sessie en wat daarin heel belangrijk was, is dat we een klein beetje al gaan filteren van nou, we laten plan A, B en C. Een beetje drie kaders maken van nou, heel ruig beeld met leren jack en skinny jeans en heel rock'n'roll. Ja. Deze broek die hebben we vorige keer gehad in de collectie. Oh, ja. En het gaat voornamelijk om het materiaal, maar we kunnen hem dus echt in alle kleuren over laten spuiten. Dat je echt zo'n coated idee hebt. En stretch. Ja. Het is ook te gek voor een t-shirt of voor de band, of dat we er hier iets mee kunnen doen. En ik vind dit ook te gek om ergens op te laten drukken of heel mooi. Ja, ik denk dat iedereen wel weet dat mode ontzettend verweven is met muziek. En dat zie je ook vaak in de samenwerking tussen natuurlijk ontwerpers en muzikanten. En sommige ontwerpers zijn ook muzikant. En er zit natuurlijk in het hele creatieve proces ontzettend veel parallellen. En wat ik zo leuk vind is juist ook om een contrast te maken tussen misschien de muziek die ik maak en het beeld wat we neerzetten. Dus ik ben ook echt wel op zoek naar de buitenkanten. Van mijn image. In zoveel tijd gaan we zitten, mijn stylisten Anouk en ik, om te kijken van nou, wat gebeurt er allemaal tijdens de shows overal bij de designers en wat past bij mij of waar willen we weer eigenlijk een stap maken om dat imago nog weer een kant op te duwen. Maar wat ik heel mooi vind van dit is dat jasje helemaal bewerkt is. Het moet natuurlijk ook fantastisch zitten, maar ik vind het wel mooi als ze zo opkomt en met dat licht dat er echt iets staat, weet je, en dat het spettert. Ja. Zouden we inderdaad een shirt met een platte grond bijvoorbeeld kunnen laten printen, heel grof. Ja, en daar overheen onze eigen werk doen, zodat je echt een custom made. Nou, zover wil ik helemaal niet gaan dat ik een fashion designer ben, maar ik leer veel en ik ben heel gierig om te leren en het is fantastisch om omringd te worden door zo'n fantastisch team en we zitten eigenlijk al snel op één lijn qua welk gevoel de kleding moet hebben, welke stoffen, materialen en het is gewoon voor mij één grote leerschool. Ik vind het fantastisch. Dus dan hebben we de hele band denk ik gehad. Ja, doen we volgende keer zangeressen. Oké. Vorige keer bij de eerste sessie hebben we kennis gemaakt met Ilse en hebben we een moodboard gemaakt met daarop het gevoel wat we krijgen bij Ilse. Dus een beetje het vintage gevoel, de soort jasjes die we daarbij in ons hoofd hadden en de print die we zouden willen gebruiken op een eventueel t-shirt. Op het moodboard zie je eigenlijk een beetje het gevoel van de tops die we bij haar zien of in gedachten hebben. Bijvoorbeeld een t-shirt met een tekst erop die iets te maken heeft met Ilse of met waar ze geweest is of haar reisgevoel, haar teksten. Vorige keer hebben we een paar kledingstukken van Ilse gezien, qua fit, qua schouders, qua silhouet. Mm-hmm. En aan de hand daarvan hebben we een nieuw jasje samengesteld. Daar wordt nu ook een patroon van gemaakt. Oh, dat is goed. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje het motorjack zoals we het willen. Ja. Maar wat jij al aangaf, dat die flappen van het motorjack tegen haar gitaar aanvallen. Dus die hebben we weggehaald. En dus eigenlijk een beetje deze vorm gemaakt van een jasje wat open lijkt te hangen. De print, daar zijn we dus nog mee bezig. Dit is een stof die available is. Dus die, ik wel ook heel mooi. Ja,
Het voordeel is dat we straks de broek hebben we in het zilver, in het zwart, in het goud. We hebben hem in een aantal kleuren. Ja. En de jasjes ook. Dus dan kunnen we gaan combineren. Vorige keer zijn we natuurlijk geëindigd bij welke personage elke bandlid zou moeten krijgen. Mm-hmm. En per persoon hebben we gekeken wat voor uiterlijk ze hadden en waar echt de juiste kleding bij zou kunnen passen. En zo hebben we ook gekeken bij bepaalde jongens die echt, zoals Will, specifiek echt duidelijk meer dandy-achtige gevoel naar voren zou komen. Maar bijvoorbeeld bij Bertolf ook weer wat chiquer. En wat meer dandy, maar wat ruiger. Meer dat English op band enzovoorts. In die tussentijd zijn we eigenlijk materialen bij gaan zoeken, tekeningen gaan maken. Zoals je ziet bij Arnold en Bart zijn we wat meer de ruigere kant met materialen zoals hieronder. Hè, zie je eigenlijk de meer vintage en meer zwarte denim. Kapotte gaten in de t-shirts. En bij Bertolf en bij Will hebben we wat meer de klassiekere materialen gebruikt, zoals hier, hè, duidelijk een wat meer city look beeld. Als je daar echt een skinny jeans voor hem zou gebruiken, wat hij daarboven, dus echt misschien wel echt een skinny jeans van jeans, en daar dan gewoon een soort netter jasje op zou doen, bijvoorbeeld van dit, of van een andere stof, en dan gewoon met zo'n blouse en een dasje. Ja, maar ik vind een hemd leuk, maar het kan ook zo'n t-shirt zou ook leuk kunnen zijn met die bretels. Dus daar kan je dus nog voor kiezen. Zou je eventueel twee dingen kunnen doen? Ja. En met het overhemd, houden we daar dan ook bretels aan? Of wel een stropdas? Of geen stropdas. Ik denk of je doet de bretels of je doet de stropdas. Ja, precies. Het is echt helemaal zo gesneden. En dan dat past wel bij. En dan zo'n t-shirt met een print erop. Ja. Dus niet een V-hals, maar gewoon een ronde t-shirt zou ik hiervan maken. Want anders heb je allemaal V-halsjes. Ja. Het is rond, dus zonder revers, zonder kraag en dan ook nog een rond t-shirt eronder. Volgens mij is het nu wel helemaal duidelijk. Ja, ik denk dat we nu alles compleet hebben. Ja. En kunnen we gaan aan de slag. Ja, top. We hebben een aantal jasjes laten maken voor je in verschillende kleuren. Dus ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja, we zijn natuurlijk een paar weken geleden naar de Première Vision geweest in Parijs. Daar hebben we een aantal stoffen uitgekozen. Dat zijn coated jeans. Dus ja, eigenlijk jeans met een gouden, zilveren en een blauwe coating eroverheen. We hebben twee leren jasjes, die zijn nog in de maak. Okay. Eentje in het rood en eentje in het zwart. Dan hebben we de andere twee jasjes nog, waarvan we in ieder geval al een pasmodel hebben laten maken. Als het misschien nog mooi als die beleiding zo loopt en dat het iets ronder af, dat je net hier iets meer nog opening hebt. Ik denk dat die dit nou, zeg maar 4 centimeter eraf. Dus dit band komt gewoon hier zo. Ja? Oké, dus hoeveel centimeter? Is 4 centimeter. Ja. Gaaf hoor, ik vind die schouders op top, hè? Ja, leuk hè? Goed! Ja, echt? Nou, ik heb dus een zilveren broek aan. En je moet natuurlijk op de bühne wel een beetje vanaf spatten, hè? Dan nu het t-shirt. We hebben hier een aantal ontwerpjes gemaakt aan de hand van wat we de vorige keer hebben besproken. En we hebben eentje dan met wat delen van je songteksten. Mm-hmm. Op de achterkant en iets op de voorkant. Wat subtieler gelaten en niet heel overdadig. We hebben nu jouw sets besproken en ik denk dat we nu de band ook kunnen gaan bespreken. Ja, ik ben heel benieuwd allemaal. Ja, per bandlid hebben we eigenlijk een eigen stijl bijgebracht die erin valt te passen. Zoals je ziet hebben we de t-shirts, wat bij Arnold wat meer het ruigere. Kan je nog kiezen tussen twee soort typen kleuren. Hè? Het ligt een beetje aan wat voor soort broek je pakt. Het is een kwaliteit die is vrij donker en coated. Ja. Die krijgen we in twee versies. Dus een donkere versie en een lichte versie.
Hij krijgt bretels, weet je wel, dit. Oh, dit is leuk, zeg, dit. Ja, rode bretels vind ik niet zo. Nee? Wil je liever zwart? Nou, hoeft niet zwart, maar ik vind dat rood, vind ik een is dan weer zo nee, van, oh, daar is over, te veel over nagedacht. Ik vind dat niet leuk, maar... Nou, we zijn dus in 013 en vanavond heb ik hier mijn eerste try-out. En dat is heel spannend, want dat is toch een beetje de voorloper voor onze show in het Gelredome. Nou, we zijn natuurlijk laatst in Amsterdam geweest en bij Cars op kantoor. En ze hadden alvast een jasje gemaakt voor mij in goudskleur. En ik was enorm van onder de indruk. Ze hadden heel mooie schouders erin gemaakt. En ja, de wens was ook van als ik die bühne opstap, dan... moet het knallen. Nou, dat hebben ze goed serieus genomen, want nou, de bling die spat er vanaf. Laten we beginnen met het gouden jasje. Ja. Dat heb je vorige keer aangepast. De voering zit er nou in, zie je? De voering zit erin, maar je moet hier even niet naar kijken, want we hebben hem even open gelaten omdat de muntjes er nog op moeten komen. Okay. Nou, hij is in ieder geval helemaal nu op je lijf gemaakt. Wow. We hebben een elastiekje hierin laten zetten, zodat het lijkt alsof hij opgestroopt zit. Ja. En nou ja, Past het. Ja, ik heb inderdaad dus nu gezien wat de veranderingen waren aan het gouden jasje bijvoorbeeld. En nou, dat ziet er gewoon fantastisch uit. En daarnaast kijk ik natuurlijk met Anouk, mijn styliste, van nou, we moeten natuurlijk straks combinaties gaan maken van de juiste kleurbroek en shirt. Ja, top secret. Ik heb een heel toffe band en er zijn allemaal hele aardige gasten en dus vandaag hadden we voor het eerst dat zij de kleding gingen passen. Nou ja, dan kom je weer achter een heleboel dingen. Want bij een zat de broek te strak, bij de ander was de pijpen lang. En nou ja, ga zo maar door. Ik heb gedacht een zwarte pantalon. Hartstikke mooi. En daarop een granddad. Maar het leuk af te maken met bretels. Twee tops. Eén leather jacket. Die we nog kunnen customizen met een binnenkant, eventueel met een gave voering. De jongens in mijn band, die hebben eigenlijk, de meeste hebben wel een heel goed gevoel voor mode. En hebben echt wel een heel goed idee van wat hun staat en waar ze zich lekker in voelen. Je hebt natuurlijk ook met hele praktische zaken te maken. Een gitarist die veel akoestische gitaar speelt, kan niet iets aan met ritsjes of stuts of zo. Want dat hoor je dan tegen die klankkast aankletsen, dus dat gaat niet. En met ritsen op de mouwen, dat werkt ook niet. Maar ook qua mouwen, want ik moet natuurlijk ook nog spelen. En als dat hier heel dit overheen hangt, is dat allemaal niet zo handig. Dus daar kwamen we ook vandaag weer achter dat Martijn bijvoorbeeld had een jasje aan. Dun jasje van leer, maar allemaal ritsen, ja. Dat gaat helaas niet. Ja, ik vind het wel een hele mooie kleur. Dit is wel leuk. Ik vind het gaaf. Dit is nu een doorpas geweest. Nu gaan er nog een paar dingen veranderd worden. Mijn jasjes worden nog helemaal bewerkt met van alles en nog wat. Met studs en spelden. En wat helemaal te cool. En dan zien we elkaar terug weer in het Gelredome. Yes. De samenwerking met Cars was natuurlijk fantastisch, dat we helemaal eigenlijk custom-made kleding eigenlijk konden maken met elkaar in de brainstorm sessies. En ik heb dus helemaal op het eind van de show, bij de toegift, dat is ontzettend, het is een heel mooi moment. Eigenlijk een beetje bij een couture show de bruidsjurk, zeg maar. En nou, in dit geval is het echt bij de toegift
ja, dat is, dan sta ik helemaal alleen midden in de zaal op de bühne. En dan heb ik dus een jasje van Cars aan. En, ja, dat is, en dat staat te gek bij de rest van de outfit ook. Zit goed, hè? Supercool. Oh, met de tels. Ja, ja. Ik vind het heel mooi. Jojo? Dus wat dat betreft ben ik ontzettend trots, ook op de mensen van Cars, dat ze dat zo ontzettend goed hebben gedaan. En in zo'n kort tijdsbestek zoveel, ja, zoveel bereikt hebben met elkaar. Echt heel mooi. Het zit goed. Hoe het verder kan gaan, ja, dat moeten we even bekijken. Ik bedoel, ik heb ontzettend veel leuke ideeën en zij hebben ontzettend veel leuke ideeën. En er zal vast nog wel een vervolg aan komen, denk ik.